Hey. Hey, jullie hebben samen een single opgenomen, De Stem van Mijn Hart. Vertel daar eens iets over. Het is het liedje van High School Musical 2, de titelsong van de film in Nederland. En het is echt een heel leuk liedje, ja. Wat leuk zeg. En hoe is het nou zo gekomen dat jullie dan samen dat nummer ingezongen hebben? En wij zijn gevraagd door Jetix allebei en we hadden elkaar nog nooit gezien, dus dat was best wel leuk, want we hebben elkaar leren kennen en het is een goede vriendschap ontstaan. Een goede vriendschap, hè? En niet meer dan een goede vriendschap? Nee, nog niet. Nog niet? Oh, ik voel weer in spanning. Nee, maar hoe was het nou om samen te werken? Ja, eigenlijk de eerste keer dat we elkaar ontmoeten, ja, was best wel leuk. Ja. Oké. En trainen jullie nu vaak op ook? Ja, we doen heel veel promoties samen in ieder geval. Maar zij woont in België en ik woon in Nederland. Dus voor optredens weet ik nog niet precies hoe we dat gaan doen. Maar, en ze zit nog op school. Maar qua promoties zien we elkaar eigenlijk altijd wel. En vanuit school mag het ook wel dat ze hier vandaag is. En, dat je gewoon af en toe eventjes tijd vrijmaakt voor bijvoorbeeld de Kids of 20. Nou ja, dit is dan een zaterdag, dat scheelt. En zijn jullie zelf ook een grote fan van High School Musical? Ja, ik heb de eerste gezien en de tweede natuurlijk ook. En ze zijn allebei heel vrolijk en zomers. Ja, ik vind het hele leuke films. Oké, te gek. En Thomas, ik hoorde dat jij een hele aparte huis hier hebt. Ja, klopt. Maar ik heb twee watersalamanders gehad. Ik dacht een keer in de tijd van nieuws. En toen ging de eentje dood na 2 weken. Dus toen heb ik gezegd, die andere die gaat terug naar de dierenwinkel. En toen kreeg ik 6 groepjes daarvoor. Oké, dus nu heb je in plaats van die watersalamanders 6 visjes. Ja, maar wel heel lief. Heel leuk. En de kids hebben ook nog vragen. Dan ga ik even naar Luc. Waar is Luc? Ja. Speel je ook muziekinstrument? Oeh. Ik speel gebrekkig piano. Ik kan het een heel klein beetje akkoorden en verder niet echt. En heb je geen les dan? Ja, ik zit op een kunstschool en daar heb ik als neveninstrument op een half uurtje heb ik piano. Maar ik ben er niet zo goed in. Dat zou wel heel gaaf zijn dat je gewoon lekker piano kunt spelen en zingen tegelijk, ja, natuurlijk. Ik zou mezelf heel graag willen begeleiden, maar ik ben er nog niet zo goed in. Oké, en jij? Ik speel gitaar. Ja, en ik heb 4 jaar op les gezeten. Ik vond het ontzettend leuk. En ik ben ermee gestopt, maar ik kan het eigenlijk nog best wel goed. Best wel akkoorden spelen en als je mij een bladmuziek geeft met gitaar speelt, dan kan ik het wel op zich spelen. Oh, dat is inderdaad wel hartstikke handig. Ja. Dan gaan we naar Kimberly. Yes! Heb je broers en zussen en spelen en dansen die ook, zingen die ook al? Oeh, broers of zussen en zingen die ook? Ik heb 1 broertje Rens en die kan heel goed drummen. Hij kan ook wel heel goed zingen, maar hij houdt toch meer van drummen dan van zingen. Oké, dus die kan gewoon later bij jou in de band? Als hij heel goed wordt, wel denk ik, ja. Oké, want jij hebt ook een broertje dat muziek maakt, hè? Ja, ik heb een tweelingbroer, Joel, en die speelt piano. En vroeger kon hij ook heel goed zingen en nu ook nog wel, maar nu doet hij het veel minder. En die speelt wel echt bij jou in de band? Ja. En hoe gaat het dan samen? Heb je dan nooit ruzie bijvoorbeeld omdat je samen op stap bent? Oh jawel, tijdens repetities is het echt vreselijk. Ja. maar als we optreden, dan gaat het eigenlijk heel goed. Oké, okay. Hartstikke leuk dat jullie hier zijn. Maar willen jullie nog even blijven om te kijken wie er zo meteen op nummer 1 staat? Ja, graag. Jij ook? Heel graag. En zou je dan nu nog even in tussentijd lekker op een nummertje willen dansen met ons? Altijd. Oké, okay, nou hier is de titelsong van Jungle Book, XYP, yeah. Met I Wanna Be Like You. Kijk volgende week ook zeker weer naar de Kids Top 20, want er komen geweldige artiesten langs zoals Brace en we gaan leren shuffelen. Dus wil je weten hoe dat moet, moet je zeker kijken. Ga ook even naar de site, want daar kan je je opgeven, jouw school opgeven als je mee wilt doen aan de Kids Top 20. En je kunt natuurlijk stemmen, want jij maakt de Kids Top 20. Thomas Bergen en Tess, jullie staan nog steeds naast me, want jullie staan namelijk op nummer 1. Yeah. Ja! Ja, wat vind je ervan? Te gek. Ja, super, hè, jij? Ja, super, helemaal te gek. En willen jullie dan ook voor ons optreden? Tuurlijk willen we dat. Ja? Met al genoegen. Ah, helemaal te gek. Hier zijn Thomas Bergen en Tess met De Stem van Mijn Hart. Yeah.